Op de bowlingbaan van Breda is een driedaags internationaal toernooi gehouden, waarvoor uit de hele wereld spelers naar de Baroniestad waren gekomen. Bij wedstrijden als deze wordt gebruik gemaakt van een overhead projector die telkens twee banen bestrekt. De deelnemers kunnen zo gemakkelijker hun score volgen. Er zijn meer gaten in de bal dan bij het echte kegelen. En bovendien moeten er niet 9, maar 10 kegels worden omgegooid. Meer dan 200 bowlers namen deel aan deze individuele wedstrijd om de grote prijs van de baronie. Het ging daarbij in eerste aanleg om een totaal resultaat van 8 spelen van elk 10 beurten. Daarbij bleken de Nederlandse deelnemers in dit internationale gezelschap hoge ogen te gooien. Achter de coulissen is alles volledig gemechaniseerd. De omgevallen kegels worden samen met de paar die eventueel bleven staan via een distributeur naar het kegelrek geleid. En als dat vol is, vallen ze automatisch op het kegeldek. Elke van de 16 banen heeft 20 kegels, waardoor het spel zeer snel gespeeld kan worden. Gelaatsuitdrukking en lichaamsbewegingen van de spelers zijn een extra studie waard. Dat het Amerikaanse bowling in Europa een hoge vlucht heeft genomen, bewijst de einduitslag met een Duitser als winnaar en Nederlanders op de tweede en derde plaats.